economie gaat niet alleen over het maken van winst, wat sommige mensen denken, of het gaat over geld. Het economische is een aspect uit de werkelijkheid, net zoals het sociale of het esthetische of het linguale. En er zijn er vele aspecten en het economische is er één van. Het dominante mensbeeld in de economie is eigenlijk altijd dat geweest van de homo economicus. Van een wezen dat uit eigen belang handelt en op rijkdom uit is. In mijn onderzoek heb ik aangetoond dat het eigen belang niet altijd centraal heeft gestaan in de economie. En dat het in de plaats is gekomen van een mensbeeld uit de oudheid en de middeleeuwen. Waarin de mens wordt getekend als een sociaal wezen en een gemeenschapswezen. Een op ethiek aangelegd wezen. En wat we eigenlijk zien is dat het oude mensbeeld weer aan een terugkeer bezig is in de economie. Ja, er komt nieuwe aandacht voor vertrouwen, rechtvaardigheid, de ethiek van de economie. Bijvoorbeeld in het idee van die homo florens komt dat mooi tot ontwikkeling. En eigenlijk zijn die waarden eigenlijk uitwerkingen van het Griekse woord agape. Ik denk dat agape een heel belangrijk begrip is. Je zou kunnen zeggen, het staat centraal in onze gedachtegang. Agape is dus eigenlijk hoe je een ander tot dienst kan zijn in zijn behoefte, in zijn belang. En wil niet zeggen dat je jezelf weg moet cijferen. Je hebt natuurlijk zelf ook een belang. En als je dat belang niet dient, dan kan je de volgende periode ook de ander niet meer dienen. Dus dat hoort bij elkaar. Maar agape legt dus nadruk op die ander. Ja, wij zetten ons in voor de missie die Frits Goldschmeding ons meegegeven heeft. Een betere wereld. Een wereld waarin mensen denken en handelen in het belang van de ander en niet alleen in dat van zichzelf. Frits heeft daarbij het oog op de wereld van mens, werk en economie, dus dat is ons werkterrein. En in dat werkterrein hebben wij drie programma's geformuleerd. Eén houdt zich bezig met een inclusieve arbeidsmarkt. Het tweede houdt zich bezig met de transitie naar een circulaire economie en wat dat betekent voor de wereld van werk. En het derde programma houdt zich bezig met een menswaardige samenleving. Wat is er nodig, ook in het belang van toekomstige generaties, om nu al te veranderen? Ja, we doen dat eigenlijk met een combinatie van praktijkprojecten en wetenschappelijk onderzoek. Dus je zou ons een soort ondernemers in het publieke domein kunnen noemen. Je staat, derhalve is de onderneming een dynamisch geheel. Evenals de maatschappij waarvan zij deel uitmaakt. Men dient deze samenwerkingsvorm in ruime zin te interpreteren. Daarnaast werknemers, ook leveranciers, afnemers, banken, overheid, branchegenoten en sociale partners in mindere of meerdere mate belang bij de onderneming hebben. Zo kan de onderneming gezien worden als een centraal punt van alle betrokkenen. In het programma Menswaardige Samenleving werken we naar een samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in het economisch handelen van mensen. En waarin de economie de bloei van mensen ondersteunt. Dat vraagt een ander economisch denkkader waarin niet alleen op financiële, maar ook op menselijke en maatschappelijke waarden wordt gestuurd. En waarin de economie niet losstaat van, maar een onderdeel is van de maatschappij. Die transitie willen we versnellen. En daarom richten we ons in dit programma op leiderschapstoerusting via onderwijs en scholing. Het ontwikkelen van verantwoorde organisaties en bedrijfsvoering. Het beïnvloeden van overheidsbeleid. En het stimuleren van een passende taal en publiek debat. En het is bedoeld voor leidinggevende, ondernemers, professionals, toezichthouders, maar ook de media en scholieren, studenten, onderwijsprofessionals. Met als eindresultaat een betere balans en verdeling van welvaart en welzijn.